Senioren in Lelystad leren vandaag in de koploper alles over veilig fietsen tijdens het evenement Doortrappen. Ook worden de fietsen gecontroleerd en alle spieren die nodig zijn om te fietsen getraind. Mitchell Tollenaar van sportbedrijf Lelystad vertelt waarom. Wij in Lelystad merken dat er steeds meer fietsongelukken zijn. Het wordt steeds drukker op de fietspaden. En wij vonden van ja, daar moeten we aandacht aan besteden. Wat hoop je nou dat senioren vandaag meenemen? Hoe ze hier weggaan? Ja, we hopen dat ze echt wat meer hebben geleerd over verkeersveiligheid. Ook omdat we een stukje gaan fietsen met z'n allen, waarin bepaalde situaties die ze juist bij een presentatie hebben gehoord, die ze dan kunnen gaan herkennen. Dus we hopen eigenlijk dat de informatie die we ze hebben gegeven, dat ze die kunnen herkennen in de dagelijkse praktijk. Maar ook de oefeningen die we nu met sport en reactie doen, dat ze die thuis gaan oefenen. Want het is gewoon belangrijk, omdat je dan makkelijker van je fiets op- en afstapt. Waarom heeft u zich aangemeld voor vandaag? We kregen een uitnodiging via de gemeente. En de eerste 36 die konden aankomen. Ik zeg tegen mijn vrouw, nou, dat is goed. En ook met name ook voor de e-bikes. Mijn vrouw heeft een e-bike, of een fiets met ondersteuning eigenlijk. Ik heb er nog geen één. Mijn vrouw is al een keer gevallen op de fiets. Zomaar gevallen vanwege een uitwijkmanoeuvre. Nou, dan val je toch als eerste met je hoofd op de grond. En heeft u al iets geleerd waarvan u denkt, nou, daar kan ik wat mee? De opmerking van de fietshelm, daar kan ik wat mee. Ik had ook nog gedacht dat ik wat meer informatie zou krijgen over een e-bike. Maar dat is niet, misschien komt het nog. Fietst u veel? Ja, het is mijn enige vervoersmiddel, want ik krijg geen auto. En wat heeft u tot nu toe gehoord? Nou, heel veel ellende van de fietspaden, dat wel. Verkeerd op de andere paden komen alle paaltjes en noem maar op. Ja. En wat doet het met u? Nou, dat ik een beetje misschien nog meer oplet, maar dat doe ik al erg. Maar... Ja, en het snellere verkeer, hè, op de fietspaden, dat is de ellende eigenlijk geworden. Als u straks weggaat, dan stapt u wel weer met plezier de fiets op? Ja, wel even goed kijken.